Oké, ik ga wat nieuws doen op FIFA. Het is totaal niet origineel, het wordt al door heel veel YouTubers gedaan. Maar ik wil gewoon wat meer gaan proberen dan alleen maar pack openings en toernooitjes. Daarom ga ik vandaag beginnen met een pack and play serie. Jullie hebben het waarschijnlijk al bij zoveel YouTubers gezien, maar ik ga het gewoon nog een keer uitleggen. Iedere keer als ik een wedstrijd ga spelen, mag ik 5 pakketjes openmaken. Met die 5 pakketjes moet ik een team maken, dan moet ik samenstellen. En dan mag alleen maar met de spelers uit die pakketjes. Vervolgens ga ik een wedstrijd spelen. En als ik deze wedstrijd win, is er niks aan de hand. Mag ik weer 5 pakketjes openen en kan ik mijn team beter maken. Maar als ik die wedstrijd verlies, dan moet ik al mijn spelers discarden en mag ik weer overnieuw gaan beginnen. Het is niet heel moeilijk. Het zorgt er alleen wel voor dat je in het begin echt kutteams hebt en dat de druk heel hoog wordt naarmate je veel wedstrijden achter elkaar wint. Maar dat maakt niet uit. Ik ga het gewoon proberen. Ik weet niet of het wat voor me is. Maar we gaan het zien. Oké, dus elke aflevering 5 pakketjes openen. En met die spelers in die pakketjes moet ik een team gaan maken. Dus laten we hopen dat we een beetje een redelijke speler gaan krijgen. Nou, Miroslav Klose, redelijke spits. Het is alleen niet echt superveel spelers, jongens. Oh, ik krijg er wel een ander pakketje bij. Oké, top. En voor de duidelijkheid, een gratis pakketje telt niet als één van de 5 pakketjes. Dat is gewoon geluk hebben als je er eentje krijgt. Dus ik hoop dat hier dan weer een beetje een goede speler in zit. Weer een spits. Oeh, Martin Cindy. Come on. Nou, dat is niet echt heel goed. Derde pakketje. Oh, Motta. Nou, op zich. Vierde pakketje. Callejon. Dat vind ik een lekkere speler. En dan heb ik nog één pakketje. En dan gaan we eens even kijken wat de opbrengst in totaal is geworden. Ik kan me niet herinneren dat ik een doelman gezien heb. Dus dat zou kut zijn. Oh, we krijgen Diego Costa. Oké. En Rodriguez. Nou, ik weet in ieder geval wie ik voor je ga zetten. Dus we gaan eens even kijken wat we hiervan kunnen maken. Enkele ogenblikken later. Oké, dit is een beetje wat ik ervan had kunnen maken. Ik moet zeggen, de teamgeest is nog niet echt bizar laag. Vooral voorin gaan de linkjes op zich nog best wel redelijk. Ik heb zelfs één groen lijntje. Maar zoals ik al zei, ik heb niet eens een keeper. Dus ik heb Martin Cindy maar in de goal gezet. Oh, dit wordt echt een ramp, jongens. Oké, dan gaan we de wedstrijd spelen. Alright. Dit ziet er al best wel goed uit. Kom op, let's do this. Costa, ik zie je rennen. Rennen dan Costa. Kom op, gaan we nu wel scoren? Ja hoor. Hoppa. Toch wel lekker die Costa hoor. Fuck yeah. Oh, 3 minuten op de klok. 1-0. Alright, maar nu niet te hard van stapel lopen. Ik ken mezelf. Dan ga ik weer te veel zelfvertrouwen krijgen. Terwijl ik nog gewoon moet spelen. Want blijf pasen jongens. Maar de pasen gaat moeilijk als ze niet echt met elkaar geteamgeest zijn. Oh, get wrecked. Motta, rennen. Naar binnen. Hup, hup. Nog een keer naar binnen. En Motta, scoren. What the fuck? Waarom doe je dan omhoog? Jongen, ja, je weet wel. Oh, dat was. Oké, laat me zitten. Laat me zitten. Dat was verdedigd. Oh, Costa! Nu maak hem! Ja! Oh! Lekker Costa! Hij had nooit zijn keeper uit moeten laten komen. Oh! Dit zal hij echt niet leuk vinden. Dit is ook FIFA, jongens. Dit is ook FIFA. Zo is het wel leuk. Pack and play. Hup, hup, en hup. Oh! 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 Godzame! Come on, ik wil spelen. De verbinding met je tegenstander is verbroken. Oké, zal het een race quit zijn? Ik heb geen idee. Beter telt hij mijn punten wel op, alsjeblieft. Hoppa! Nou, het is niet een hele wedstrijd, maar het zijn wel 2 goals geweest. Dat betekent, en ik krijg gewoon punten ervoor. Dat betekent dat ik weer 5 pakketjes mag gaan openen. Hopen dat we nou een keeper krijgen, want het is, die is even nodig. Come on! Ik ga gewoon skippen. Skip! Rossi. Redelijk. En een doelman. Guzman. Oké, Guzman. Up in de goal. Volgende pakketje. Maar het nare is wel, hoe betere spelers je straks krijgt. Adriano, die heb ik wel nodig trouwens. Ik had eentje van de Liga. Het is die Liga, hè? Ja, goed. Maar hoe betere spelers je straks krijgt, hoe meer er on the line komt te staan bij een potje. Dat is echt kut. Derde pakketje. Ik ga trouwens iedere aflevering 3 potjes spelen. Vierde pakketje. Man. Na. Veldman. Vinden jullie het leuk? Laat dan even een duimpje omhoog achter. Alright. Oké. Ja, op zich. Ik denk dat we ons team iets beter kunnen gaan maken qua chemistry nu. Oké, ik weet niet of dit het beste is, maar ik heb dit er maar even van gemaakt. Alright, let's go. Ik hoop niet dat hij een te goed team heeft. En dit is een best wel redelijk beginnersteam voor de BPL. Maar dat maakt niet uit, let's go. Oh, hij is los. De bal is los. Oh, fuck. Oh, kut, hij is snel. Ik weet niet wie dit is. Jarvis. Ah, fucking hell. Bruh. Dude, keeper. Hup. Ah, hoe dan? Hoe kun je die missen? Oh my god, daar had de 1-0. Dat was gewoon fucking sweaty. Hoe kun je een sweaty nou missen? Man, schiet hem. Rebound, man. Ah, kut, hij is wel snel. Hij is snel. Ja, god, daar kan ik toch niks aan doen? Oh, ik wil Costa niet kwijt. Ah, maar als ze zelfs zo sweaty... Ja, het had al 1-1. Oh, kutzooi. Kut. Ja, en dan heeft hij eens een kut doorbal. Godverdomme. Oké, ultra aanvallend, come on. Ah, zo slom. Ah, zo slecht. Nah, nee. Ah, dit is zo waardeloos. Dit is zo waardeloos. Hier, kijk dan, waarom komt hij ook zo hard in? Oké, links. Oh, dat was helemaal niet links, maar ik heb hem gehouden. Hoppa. Nou, niet in de corner scoren, want dan voel ik me kut. Ja, goed zo. Hij is weg hoor, hij is weg.
Rennen! 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 Als je deze niet maakt! Hoppa! Oh! Oké, okay, the game is back on, bitches! The game is back on! Oh, please! Nou moet ik het volhouden. Penalty houden en vervolgens de 2-1 maken. Vind ik mooi, vind ik mooi. Nou moet ik scherp blijven. Costa, heb je? Heb je Costa? Boom! Ja! Het is nog 2-2 ook! Oh, Costa, goed gedaan, man! Hier, die man wil ik niet kwijt. Hop! Het is wel stom dat hij zijn keeper liet uitkomen. Oké, okay. Oké, okay, verdedigen. Oh, getrekt. Costa rennen. Blijven rennen. Ah joh, ga niet liggen. Als je had gewoon blijven rennen, man. Rood. Goed zo. Oké, het kan nog, mensen. Het kan misschien nog. Oh. Ja? Oh. Nee, dat is niet eerlijk. Oh, ik heb fucking stress nu. Dat is echt gewoon echt een leren, kleine tinnen draadje waar het hele team op hangt nu. Nee, wat doen jullie? Dit is niet leuk. En nou om me af te maken. Gewoon even winnen. Even kutten. Costa, ren. Buiten. Hop. In your face, bitch. Ik verdien dit zo niet. Oh, die voelt lekker. Deze voelt lekker. Ook echt bijna een rondje buitenspel, hoor. Oh, oké. Okay, nou op zijn alles op de verdediging. Costa, ik hou van jou. Oh, verdedigen, jongens. Verdedigen. Oh my god. Dit was intensief. Ik heb deze echt zo niet verdiend. Jongen. Wat een wedstrijd, man. Wat een wedstrijd. Weer 5 pakketjes openen. En kijken of we hier weer wat beters van kunnen maken. Want het speelde echt zoveel in meter. Klein beetje packluck. Come on. Douglas, redelijke verdediger. Wat is het? Helemaal niks. Nummertje 3. En skip, zeg. 4. Man. Nee. En laatste pakketje. Kijken of er wat in zit. Want anders moet ik nog een wedstrijd gaan spelen met een kut. Demon in vorm! In vorm de Jong. Maar die is fucking kut. Maar die is ook helemaal niet waard om in de spits te zetten. What the fuck? Oh my god. In vorm, dat is wel leuk. Maar het had ook Messi kunnen zijn. Dat was een leukere in vorm geweest, mensen. Daar doe ik het maar mee. Het is wel echt een kut opstelling. Maar 5 verdedigers is sowieso altijd wel kut om tegen te spelen of tegenstanders. Dus ik doe het maar even zo op deze manier. Rood tegen blauw. Ben benieuwd. Oh, nee, Lukaku. Nee, oh, jongens. Hier kan ik niet van winnen. Die spelers. Het is fucking divisie 10. Kom op, zeg. Ah, wat? Wat gaat hij doen? Ah, kut. Ineens is hij weer terug. Dankjewel. Waarom drukt hij dat dan nou op pauze? Kom op. Dat is lelijk. Dat is een lelijk trucje. Die man staat al heel tijd vrij daar, zo. Kop Costa. Oh, lekker Costa. Oh, tegen de fucking BPL squad. Doet hij het gewoon nog steeds. Die man wil ik echt niet kwijt, hoor. Hij is zo groot. Ja, de Costa. Ja, heb je. Boom. 2-0. Lekker. Ga naar huis. Ah, het is wel Costa, maar toch. Ik heb een kutteam. Ah, ik moet niet te overmoedig raken. Dat gaat fout. Dat gaat fout. Godverdomme kut, Lukaku. Die kun je zo niet verdedigen. Oh nee, waarom tackled ik? Hij kwam op de lat. Oh my god. Ja, maar het is ook niet te doen. Als hij eenmaal doorkomt, dan is het niet te doen. Maar ik heb net ook al een penalty gehouden, wie weet. Ik ga voor weer het midden, want ze denken dan dat ze stoer zijn en dan gaan ze door het midden. Come on. Dan gaan we sowieso met Lukaku nemen. Oh nee. Ah, die had ik kunnen zien. Maar ik ging de verkeerde kant op. Nou, ik zeg al, ik raak altijd te snel overmoedig. Nee, schot. Oeh. Waar rennen jullie allemaal naartoe, joh? Jongens, wat staan ze nou te doen? Ik zit als een mal op die B-knop te drukken om gewoon die bal af te pakken, maar hij komt er gewoon helemaal doorheen. Ah, balen, fuck. Ja, nee, oh my god, jongens. Jongen, ren door, oh fucking Douglas. Je hebt het helemaal verneukt voor ons allemaal. Douglas, wat deed je daar nou? Ik zweer, je zag het toch? Fucking hell. Het was echt zo lelijk. Echt hoor, ik weet niet wat Douglas daar deed. Oh, ik wil dit. Het begon eindelijk een beetje ergens op te lijken. Daar gaan we. Nou. Weer een uur van mijn leven verkloot. Hop. Koppen. Lekker! Oh, die was prachtig voorgegeven, zeg. Oh, wat sneaky ingekopt. Oh, wat sneaky. 2-1. Oscar, hij heeft er al 2 gemaakt, volgens mij. Was die vorige ook van hem, toch? Ja. Oh, nee, kut. Keeper. Ah, fucking hell. Keeper.